Hallo allemaal en super tof dat je kijkt naar alweer een nieuwe video van Gewoon Thomas. En vandaag gaan we het volgende doen. De 10 euro versus 1000 euro overnachting challenge. In deze video gaan Rutger en ik kamperen. Door loodjes wordt bepaald of je 10 euro of 1000 euro budget krijgt voor deze nacht. Met dit budget moet je alles regelen. Je slaapplek, eten, drinken en natuurlijk de entertainment om de nacht door te komen. Wow. Maar voordat we beginnen met deze challenge zou ik zeggen, check hier beneden even of je al geabonneerd bent. Het valt me nog steeds op dat de meerderheid van de mensen die naar mij kijken nog niet geabonneerd is. Dus druk even op die abonneerbutton en natuurlijk het belletje. Ik zou het super tof vinden als we dat getal hier beneden heel hard naar de 600.000 abonnees kunnen brengen. Laten we deze week voor een like goal gaan van 25.000 duimpjes. En als het ons lukt om dit te halen, spreek ik met jullie af dat ik 24 uur mijn vriendje Rutger ga stalken. Hallo, daar ben ik. En kijk eens wat ik hier heb. Oh jee. Pak een loodje, jij mag als eerst. Oké, ik dacht je gaat eerst stellen voor het eerst. Doe ik deze. Weet je het zeker? Nee. Maak hem maar open in 3, 2, 1. 10 euro. 1000 euro. Vandaag doen we de 10 euro versus 1000 euro overnachting challenge. Nee. Ik zag deze challenge een aantal keer langskomen. Ik laat hier even een kanaal in beeld komen waardoor ik geïnspireerd ben geraakt. En ik wil dit heel graag een keer gaan doen. Dus ik zou zeggen, ga je voorbereiden. Je hebt 10 euro en ik heb 1000 euro. En we gaan een geweldige avond hebben in de tuin. Ik heb hier echt geen zin in. Deze video wordt mogelijk gemaakt door Xiaomi, want ik heb hier namelijk de nieuwe Redmi Note 9T. En ik zal jullie even precies laten zien wat er allemaal in de verpakking zit van deze telefoon. Ik kan jullie vertellen dat ik super enthousiast ben over het super strakke design. En wat ook heel erg fijn is, is dat het een Android 10 telefoon is, dus je kunt gebruik maken van al jouw favoriete apps. Natuurlijk heeft deze telefoon nog veel meer kwaliteiten en die ga ik vandaag allemaal voor jullie testen. Maar voordat we dat gaan doen, moet ik spullen gaan bestellen om deze nacht door te gaan komen. En ik heb het niet zo heel erg zwaar, want ik heb namelijk 1000 euro. Nou, daar zit ik dan, in mijn Tesla, met maar 10 euro budget. Wat een groot contrast. Ik denk niet echt dat ik heel veel materialen kan kopen voor 10 euro. Dus ik denk dat ik het vooral moet hebben van gratis dingen. En laat nou afval heel toevallig gratis zijn. Ik ken wat mensen met bedrijven hier in de buurt en ik hoop dat zij nog wat karton over hebben. Dat kost namelijk niks, maar dan kan ik misschien wel iets mee gaan bouwen. Wat een nachtmerrie dit. Ondertussen ben ik druk online bezig met zoeken naar wat spullen die ik kan gebruiken om mijn luxe overnachting compleet te maken. En je zal misschien vast denken, Thomas, je hebt zat budget, dus waarom koop je niet gewoon heel veel duur materiaal en maak je een prachtig huis in de tuin? Ik heb twee linkerhanden en als je wat langer naar mijn video's kijkt, dan weet je dat als ik dat zou doen, dat het helemaal zou mislukken. Dus ik ga mijn budget op een hele bewuste manier uitgeven en ik begin met zoeken naar een prachtig luxe onderkomen. Zoals je hier kan zien, heb je al voor een klein budget hele mooie tenten, maar ik ga natuurlijk voor de luxe tenten. En kijk hier bijvoorbeeld, voor bijna 500 euro een gigantische tent. En toen kwam ik dus deze tegen. Voor 314,50 euro heb ik een soort van tent slash huisje met gordijntjes zelfs. Ik bestel ook gewoon eventjes een discolamp. Waarom niet? Joh, we moeten het toch gezellig maken. Deze loods hebben jullie waarschijnlijk al wel eens eerder in onze video's gezien. En ik weet dat hier een papierbak staat. Oeh, kijk eens even aan. Ik heb mijn eerste karton gevonden, zo te zien. Hoe ga ik dat eruit krijgen? Ik kan er niet bij. Dit is denk ik de wc. Hier kan ik perfect op zitten. En nog een stuk. Oh. Maar wacht eens even, hier staan ook nog allerlei dingen. Ik weet niet of het mag, maar ik neem het gewoon maar mee, want ja, het ziet eruit als afval. Ik sta ondertussen voor de supermarkt. Ik wil ook graag wat lekkers eten en drinken als ik al de uren straks buiten in een tentje zit. Een luxe tent dan wel. Ik ben op zoek naar de duurste koeken die ik kan vinden op dit moment. Daar heb ik nog nooit op gelet, maar ik doe het nu wel voor het eerst. Ik denk dat ik wel genoeg snacks heb voor één avond. En natuurlijk moet ik ook maaltijden eten, maar daar heb ik een ander idee voor. Ik heb hier een auto vol met afval. En ik heb maar liefst 0 euro hier aan uitgegeven. Dat betekent dat ik dus nog 10 euro over heb. Ik schat dat ik ongeveer 2 euro aan tape zal nodig hebben. Dus dat reserveer ik ook eventjes. Dan houden we nog 8 euro over. 3 keer raden waar ik dat aan ga uitgeven. En volgens mij sta ik al bij de juiste afdeling. Ik neem ook maar een soort van ontbijtachtige repen mee. Oeh, deze is alleen 2,99. Ik ga dan toch voor de wat goedkopere. Het is ondertussen de volgende dag en we hebben dus alle tijd gehad om ons voor te bereiden op deze overnachting. Oh, dat heb ik niet echt gedaan. Ik heb echt totaal geen plan. Maar ik heb wel heel veel materialen. Ja, ik wil jullie even meenemen, want we moeten alles nog uit de auto halen. Ik heb alles in één keer.
Wat is dit? Dit is mijn huis. Dit is jouw huis. Kun je de journey even open doen? Waar kan nu de deur maar open? Denk je echt dat je hier een huis van kan maken? Wel? Ik heb gewoon geen spijkers, geen hamers, ik heb alleen een rol thee. Wat is nou een huis zonder goede vloer? Is dit een vloer voor heel je huis? Nou, ik heb er twee. Kijk. De vloer van je huis, wauw. Vloer even vastmaken. Kijk hem gaan dan. Ja, ik ben even aan het denken waar de keuken dan komt en zo. Het gaat echt al beter dan ik had verwacht. Voordat ik het ga vasttapen, ga ik eerst even kijken welke stukken ik precies nodig heb. Het globale plan is hier een beetje uitgestald. Ik moet het alleen nog eventjes stevig maken. Succes. Ik ben niet heel erg goed met tenten bouwen, kan ik je vertellen. Dus ik hoop dat het niet een hele ingewikkelde is. Oh, jouw huis heeft kleur. Ik heb een gebruiksaanwijzing. Oh, jaloers. Dat heeft mijn huis niet. Kijk dan. Wauw. Is het dom dat je materialen overhoudt? Nee, want ik heb ook nog wat over. Kijk maar. We zijn al lekker op gang buiten. En ik kan je vertellen, ik vind mijn bouwwerk al veel beter uitzien dan die van Rutger. Sorry, Rut. Zielig. Doe zo mijn best. Maar ik vind het wel tijd voor een muziekje tijdens het bouwen. En ik heb het geluk dat ik een telefoon heb die Rutger ook niet heeft. Nou! Een aantal toffe specificaties van deze telefoon zijn... is dat de batterij heel erg lang meegaat. En als hij leeg is, dan is hij ook heel erg snel weer opgeladen. Hij heeft een Full HD dot-drop display. Dus je kunt hele mooie video's kijken in hele goede kwaliteit. En hij heeft een dual speaker. En die gaan we nu even testen. Gewoon een mooie dag. Totdat ik want ik heb straks een wc. Toontje met de regenboog. Mij breng je echt niet meer omlaag. Met je gescheld of je ge... Ik snap helemaal niks van deze tent. Ja, het lijkt nu een soort grote vuilniscontainer. Zo zie je maar weer dat iets duurs niet altijd beter hoeft te zijn. Dat is echt het beste voorbeeld. Ben je er nou in? Ja. Maar het gaat niet. Wat is hier gebeurd? Deze tent is meer dan 300 euro. Ja, nou nu niet meer denk ik. Ik heb er een gat in gemaakt. Oh, wat doe je? Ik ben een soort videoclip aan het maken van je tent. Lukt het? Ja, wat doe jij in mijn tent? Ga eens eruit. Even kijken. Het ziet er gewoon heel goed en professioneel uit. Ik denk natuurlijk precies zelf. Jullie denken dit is prachtig, heel sfeervol. Het mist alleen nog een klein puntje op de i. Laten we al mijn luxe benodigdheden voor deze nacht in de tent gaan zetten. Hoe gaat het bij jou? Ik moet natuurlijk wel een beetje privacy hebben, dus ik heb maar eventjes dit kleed gepakt. En toen zat ik op mijn bed, in mijn tent. Alleen, ik hou nog best wel wat ruimte over, dus... Terwijl ik hier heerlijk kan relaxen, dacht ik... laten we hier iets neer gaan zetten voor de entertainment vanavond. Eindelijk klaar met bouwen van mijn luxe huisje voor deze overnachting. En misschien hoor je het al op de achtergrond. Ik heb namelijk een verwarming, jongens. Als ik een luxe overnachting heb, dan wil ik het natuurlijk niet koud krijgen. Daarnaast heb ik deze coolbox vol met lekkere snacks. En hier komt het hoogtepunt van mijn tent. En dan heb ik het niet over de hoogte van mijn tent natuurlijk. De televisie met spelcomputer. Ik ga gewoon lekker gamen zometeen. Hoppakee. Wow. Ik ben heel erg jaloers. Ik had het niet moeten zien. Welkom in mijn 10 euro huis. Wauw, wat geweldig dit. Nou, de luifel is omhoog. Ik zou je anders even een rondleiding geven. Kom maar. Dit was al de rondleiding eigenlijk. Wauw, wat geweldig. Maar weet je wel dat het vanavond min 3 wordt? Ja, ik zag het. Ik vind het wel een beetje zielig. Maar ja, dan had je gewoon het juiste loodje moeten pakken natuurlijk. Ja, ik heb ook een raam. Wauw, wat een mooi groot raam. Iets wat ik niet in jouw tent heb gezien is een toilet. Kijk. Die heb ik hier. Die gaat schijten bij mijn raam. Ik heb hier mijn potty toilet. Wauw. Dat is veel beter dan een kartonnen doos hoor. Let maar op. Tada! En kijk, dan kan ik er zo op gaan zitten. Wauw. En dan kan ik mijn behoefte doen. Er staan wel heel veel huizen om ons heen trouwens. Ik vind dat het tijd is om mijn geweldige kamp eens vast te gaan leggen op een foto. De Xiaomi telefoon heeft een hele goede front- en selfie camera. En ik dacht, laten we deze ook maar eens gelijk gaan testen. De foto is mooi geworden, maar laten we het niet hebben over hoe slecht de tent erbij staat. Ik vind de foto Instagram waardig genoeg, dus laten we hem even gaan plaatsen.
Paco, kom maar. Ja. Ik denk dat Paco vanavond hier komt slapen, want ze vindt het heel gezellig volgens mij in de tent. Dit is echt bizar, jongens. Hij werkt gewoon. Ik ben gewoon aan het gamen in de tuin. Wie had dat ooit gedacht? Terwijl Thomas de tijd van zijn leven heeft in de tent hiernaast, ben ik me echt kapot aan het vervelen hier zo in mijn huis. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar als ik me verveel, dat is een slechte eigenschap van mij, dan ga ik eten. Ik vind dat ik goed bezig ben, dus die verdien ik wel eventjes. Eet smakelijk. Het ziet er alleen een beetje hetzelfde uit als het materiaal van mijn huis. Maar goed, ik hoop dat het lekker smaakt. En ondertussen hoor ik allemaal Fortnite-geluiden uit de tent hier naast me komen. Het is zometeen tijd voor het avondeten. En aangezien ik nog zat budget over heb, dacht ik, weet je, ik laat gewoon iets bezorgen in mijn tent. Volgens mij is er de laatste weken geen video voorbij gegaan dat ik niks heb besteld qua avondeten. Laat ik even vooropstellen, wij koken thuis ook heel vaak. Alleen doet Rutger dat. Ik denk dat ik vandaag gewoon ga voor een pizza. Dus laten we die bestellen en dan gaan we rustig wachten tot die geleverd wordt. Yes. Kijk eens wat net bezorgd is. Mijn avondeten. En wat ga jij eten? Ik heb alleen maar die koeken die ik net al liet zien. En ik heb volgens mij nog chips. En warme chocolademelk ga ik maken. Dat mag niet. Dat is binnen. En we blijven nu in ons huisje. Ja, ik heb net alleen maar eten aangepakt. Maar dat is iets anders dan een voorziening uit een ander huis gebruiken. Nou, dan wordt het koude chocolademelk. Ik vind dit wel heel zielig eruit zien. En die eten. Die me eten? Nee, niet het eten, Paco. Kom. Nou ja, dan ga ik mijn chips eten. Kijk jongens, wat voor leuks ik hier heb. Dit is echt heel erg vet. Kijk hoe vet dit is. Dat is mooi hè, Paco. Omdat het best wel vochtig buiten wordt, heb ik tv en de spelcomputer even naar binnen gezet. Het zou toch wel zonde zijn als die kapot gaan. En ik heb even wat warmers aangetrokken. Maar kijk hoe vet dit is. Nou, weltrusten. Weltrusten. Dan ga ik ook naar mijn hol. Gelukkig is het niet heel erg donker, want we hebben de tuinverlichting nog aan. Kijk. Weltrusten. Weltrusten. Ik kan niet wachten op mijn warme douche morgen. Zoals je misschien wel ziet, ben ik binnen. Het is niet te doen. Het is -3 buiten. En er is no way dat ik deze nacht in die doos ga overleven. Ik ga gewoon heerlijk in huis slapen zonder dat Thomas het hopelijk doorheeft. Ik drink deze nog eventjes stiekem snel op om een beetje op te warmen. En dan ga ik heerlijk naar boven onder de dekens. Een warme bed. Hier was ik aan toe. Welterusten. Een hele goede morgen. Dit is echt de meest koude nacht die ik ooit meegemaakt heb. Zoals je kan zien ben ik ook nog een beetje creatief geweest met mijn muts. Samenvatting van deze nacht. Het was koud. Ik lag echt helemaal niet lekker. Ik hoorde rare geluiden. Maar ik ben wel blij dat ik die verwarming weer terug heb gezet. Ik vind dit wel een heel goed moment om eventjes te checken of de batterij van deze telefoon ook werkelijk zo lang meegaat. En hij staat op 75%. Nou, daar wil je mee wakker worden. Laten we gaan kijken of Rutger ook wel wakker is. Huh? Waar is het gordijn? Oh nee, hij is hier helemaal niet. Het is gewoon een lege doos. Ik weet niet waar hij uit hangt, maar hier is hij niet. Paco, weet jij het? Oh nee toch? Shame, shame. Je gaat me niet vertellen dat je hier geslapen hebt vannacht. Ik heb gewoon in mijn 3 graden geslapen. Ik had natuurlijk wel een verwarming, maar jij bent gewoon naar binnen gegaan. Doe even mijn bril. Zal ik het eerlijk zeggen? Nee. Ik vond het ook eigenlijk wel een beetje zielig om je daar te laten slapen zonder verwarming. Ik had tenminste nog een verwarming en een warme tent dus. Eigenlijk heb ik deze challenge gewonnen, want ja, ik heb er echt geslapen. Maar tussen haakjes, ik had wel ook wel een hele luxe tent vergeleken met jou. Dus dat was wel een beetje zielig. Ik hoop dat jullie dit een hele leuke challenge vonden. Ik in ieder geval wel. Het was wel een hele zware nacht, maar het was het alles waard. Doe even een duimpje omhoog. Je weet wat er gebeurt als we de like wil halen. Ik wil Rutger bedanken voor het meedoen deze challenge. Wil je meer van Rutger zien? Check dan even het linkje hier in de beschrijving en dan komt er iets in beeld. Ik wil Xiaomi bedanken voor het mede mogelijk maken van deze video. En mocht je meer informatie willen over de Note 9T, check dan ook even het linkje hier beneden in de beschrijving. Abonneer even op mij als je dat nog niet hebt gedaan. Druk gelijk op het belletje en wie weet halen we heel snel de 600.000 abonnees. Dan ga ik hier nu achter een beetje bij slapen en zie ik jullie gewoon volgende week dinsdag weer met een splinternieuwe video.